maakt zijn opwachting. Je zou haast zeggen, terug in Amsterdam, Vrooyer. Dit seizoen keerde André Ooyer terug bij de club waar hij werd opgeleid. En terug in de stad waar hij werd geboren en opgroeide. Om precies te zijn in de Westerparkbuurt, in de Spaardammerstraat. Ja, hier is het eigenlijk een beetje allemaal, hier is het voor mij begonnen. Dit was vroeger de banketbakkerij van mijn ouders. En Spaardammer staat nummer 67. Nee, ik word er wel een beetje emotioneel van ook tegelijkertijd, want is toch, mijn ouders leven niet meer helaas. Dus dit is toch waar ik uiteindelijk de eerste 20 jaar van mijn leven heb doorgebracht. Van begin tot eind. Als je hier staat voor je ouderlijk huis, flitsen dan alle herinneringen door je heen? Ja, tuurlijk, 100%. Zo kijk wat er hier veranderd is. Je bent hier, dat is het. Ik was 20 jaar ben ik weggegaan, 16 jaar geleden. Dus je ziet wat er in 16 jaar tijd veranderd is hier in de straat, is ongekend. Het is echt de weg, de huizen, de renovaties, de dingen. Dus je kent het helemaal niet meer terug. Het mooie is wel, mijn zus is hier eigenlijk altijd blijven wonen. Je had de videotheek hier, videotheek 007, eerst op de hoek van de straat, daarna in het midden van de straat. Ja, dat zijn allemaal dingen, dat is natuurlijk allemaal verdwenen en veranderd. En hier is nu, wat je ziet, door een kebabwinkel ingekomen in plaats van een maquetbakkerij. Er zit veel verschil in natuurlijk. Maar hier was vroeger, inderdaad, je kan wel over vroeger praten. Was hier de counter, zeg maar, de hele bar. Met het brood, met de dingen. En er was hier een klein trappetje naar boven en wat daar is, dat was dicht. En dat was eigenlijk gewoon een magazijn en een slaapkamer. Dus dit gedeelte was eigenlijk vroeger mijn slaapkamer. En dan ging er een, weet je nog? Wat er nu beneden is, weet ik niet of er mensen opgesloten liggen, maar... Yes. Ja, dit ken ik niet meer terug, als je begrijpt. Ik bedoel, dit is helemaal... Je kwam aan de zijkant, kwam je normaal gesproken binnen hier. En dan was er een deur waarin je hier binnenkwam en dit was zeg maar een opslagruimte eronder. En hier was het eigenlijk de bakkerij. Maar ik had het idee dat het veel groter was dan dat het dit is. Kijk, zat hier die tafel. Ik ging om die tafel heen. Ja, en dan was het scoren was daar. En welke twee coaches je gebruikte, dat maakte heel weinig uit. Maar het was echt rustig om de tafel heen. Mijn broer achter me of ik achter hem man. Ja, en dan was het tak. En dan was het kassa. Meestal won ik wel hoor. Ik vind mijn broer niet leuk om te horen, maar meestal won ik wel. Nee, dat was mooi. Echt. Hier is het voor mij allemaal begonnen en gebeurd. Alsjeblieft. Dank u wel. André, je staat hier nog maar 2 minuten in de straat en wordt nu al herkend. Handtekening uitdelen. Nee, maar dat is normaal met die camera erbij. Dan weet je dat ze meteen gaan kijken. Als ik hier normaal loop, dan heb je nergens last van hem. Waarom filmen jullie? Dit is dus echt helemaal veranderd. Om het zo maar te noemen. Dit is echt dit pleintje, perkje zeg maar, met het gras, dat is er altijd wel geweest. Maar dit gedeelte is echt, dat is helemaal klaar. Er stond hier zo'n
speeltoestel met allemaal balken waar je overheen kon lopen, wandelen en doen. En er stonden van dat soort bankjes die je daar ziet staan, die stonden aan twee kanten. En dat waren onze doelen. En uiteindelijk was dat... Dat was een doelpunt. Ja, ik kwam thuis, de tas ging op mijn kamer en de bal pakte ik uit de hoek en we gingen voetballen. Het was altijd druk. Dat was hem. Maar toch heb je altijd wel het gevoel, nu je er rondloopt, is het anders dan dat je er een keertje komt. Mijn zus die woont hier, eigenlijk, die is nooit weg geweest. Dus ja, elke keer als ik hier op visite kom rijden door die straat en je hebt een keertje auto, je loopt naar boven en je beseft eigenlijk helemaal niet hoe speciaal het eigenlijk is dat je hier... Dat gevoel, dat heb je op dat moment niet meer. En nu je er zo over praat en een beetje er doorheen loopt, is het wel heel speciaal. Ja. Het is ook mooi om dan hier je carrière als voetballer af te sluiten. Het is toch hier allemaal begonnen. Dat je dan uiteindelijk hier nu weer terugkomt, dat is toch wel heel speciaal. Ja.